De voetballer doet er verstandig aan de meeste voetbalprogramma's lekker aan zich voorbij te laten gaan. Al die analyses, meningen en al die stuurlui aan wal. Maar één programma is onweerstaanbaar lekker. En daarom ook vaste prik onder voetballers van Maarten de Fokkert tot Virgil van Dijk. En dat is natuurlijk het KKD schakelprogramma op vrijdagavond. Doelpunten, gekte, puur entertainment, met dank ook aan de presentator van dienst. Hij werd als voetballer een ervaringsdeskundige van de Eerste Divisie. En later werd hij een breed inzetbaar mediaman. En vandaag zit hij bij ons. We gaan het hebben over zijn bromance met Brobby. En over de charme van het Schakelkanaal. Met uiteraard Hans Kraaij junior. Welkom Hans. Dat is een hele mooie inleiding. En leuk dat de rollen een keer omgedraaid zijn. Dan ja, het weekend. De laatste keer waren wij samen in de arena. Hè? Toen ging het over Brobby. Ja, ja. Die vond jij... De beste van Europa? Of nee. Zou die de beste van Europa worden? Is die de beste wegdraaien? Het heeft me nog wekenlang achtervolgd. Ja, ik zei specifiek tegen jou. Ja. Hij is in dit specifieke deel van het spel. Hè, met zijn rug naar de goal. Hoog op het veld. Misschien wel een van de beste. Maar dat is gek. Want ik keek op voetbal op de muur. En daar stond Bart Vriends, dubbele punt. Brobby is beste spits aller tijden. Ja, dat heb jij niet gezegd. Nee, dat is wat jij teweeg brengt. Onder andere, Hans. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Dekte die hem nou goed of niet? Bij die goal? Ja, ik zou gewoon... Hoe dichter bij de goal zou ik hem... Ik zou hem mij niet laten aanraken. Hij heeft me niet aangeraakt. Pakken de beelden. Maar ga door, vriend. Dit keer verder uit. We gaan gelijk even de diepte in, dachten wij, Hans. Want als je veel op tv bent, dan krijg je een paar van die stempels, zeg maar, van karakteriseringen, zou je kunnen zeggen. Misschien hebben wij daar in zekere zin ook last van onze eigen podcast. En zeker bij de VI, zeg maar, hoe langer je daar aan tafel hebt gezeten, hoe meer iedereen zijn eigen rol zo'n beetje krijgt. Is mijn inschatting, als we die wel een beetje beschouwen, zou je kunnen zeggen, je bent een beetje het dankbare mikpunt van Spot af en toe daar. Je bent de verdediger die naar alles schopte wat bewoog. Hè, dat draag je zelf ook gretig uit. Te veel. Dan heb je de emotionele trainer die met zijn jasje smijt als die boos is. En een beetje de ijdele mediaman, dat wordt er dan zo gezegd. En ik vroeg me af, welke van deze is het minst terecht in jouw ogen? Mikpunt, Ik ben eigenlijk nergens mikpunt. Alleen bij VI. Ja. Dat was een rol. En ik vond het prima. De mensen kozen toch altijd voor de underdog. Ik was daar de underdog. Ja, Wilfred had iets van op een gegeven moment. We gaan een voetbalvraag aan Hans stellen. En dan gaat Hans gaat een beetje de diepte in. Ja. En dan... We moeten naar de reclame, Hans. En dan, ik heb me voorgenomen het woord nooit meer te gebruiken. Maar dit is de allerlaatste keer. Voel dat hij ongelooflijk paardenlul. En dan vonden de mensen het weer geweldig. Want Wilfred is gewoon geniaal. Ja. Wilfred is zo ongelooflijk scherp. Als Johan... Een paar mensen aan het neersabelen was. Dan zat hij met een grijns en dan zat hij een beetje achterover. Als Johan en ik het oneens met elkaar waren, dan zag je hem gewoon... dit gaat goed. Kijkcijfers. Hij denkt echt in kijkcijfers. Ja. Als René grappig was, en dat is hij heel vaak, dan bleef hij ertussenuit. Maar als één van die drie elementen er niet was... De truc, Hansje pesten. Hansje pesten, naar de reclame gaan. Al mag hij helemaal niet naar de reclame. Ja. Al moet hij over een half uur pas naar de reclame. Ja. Hup, naar de reclame. Maar dat werkt natuurlijk alleen als jij er gretig op ingaat. Dat doe je met plezier. Ja, ja, dus ik had dat eigenlijk veel minder moeten zeggen. Maar was dat een rol of was het echt... Eigenlijk is alles wel echt daar, ja. Eigenlijk is alles wel echt daar. En... Ja, op de heenweg heb ik moeten tanken. Hier stonden er twee vrachtwagenchauffeurs. En stonden aan een balletje gehakt. En met mosterd. En Hans, kan jij eventjes met je jasje gooien? Dat neem mij het even op, want dat vindt mijn vrouw zo leuk. Dus ja, ik zeg, jullie denken zeker dat ik de hele week met mijn jasje gooi. En het is, hoe was het gisteravond? Dolle duikavond gehad. En, ja. Jasje? Jasje. Nou ja, ik ik weet niet of jullie hebben gezien wat er weer een beetje op tafel staat vandaag. Eindelijk. Ze zijn weer terug. Hou je er ook van, Hans? AI Isolemon? Nee. Nee? Nee. Nou, dan moet je het zo eens gaan proberen, want het is genieten. Ja, oké. Nee, ze zijn weer terug bij ons AA. Het is
denk ik een beetje onze favoriet. Oh, jullie sponsor? Onze favoriet. Ja, doe hem gewoon opnieuw. Ja, 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 nee, ik vind het wel lekker. Ja. Ja. Hebben jullie die ook in Lemmen? Maar is terug bij ons. En ja. Kijk, we hebben natuurlijk altijd... Ik heb veel mailtjes gehad. Ik doe die mailbox soms bijhouden. En dan zeggen die mensen... Ik vind dat jullie zitten altijd te genieten van het Isolemmen. Maar wanneer krijgen wij ook eens wat van AA? Dat hebben we deze keer geregeld. Dus we gaan iets heel vets weggeven. Je hebt een doos. Ik heb een doos. Kijk eens. Een AA-doos. AA-doos. En wat gaan we eruit halen? Ja, dat kan ik eigenlijk pas volgende week laten zien. Oké. Okay. Dus nog niet. Oké. Okay. Okay. Dus het cliffhanger is dit. Ja. Klein beetje zien? Ja, laat maar zien. Even snel. Oh. Ja? Dus hou het in de gaten. Onze socials volgende week zijn we er. AA. Toch even gelijk die rondo dan, Hans. We stellen altijd de vraag. Ja. Je mag nog één keer aan ex-profs. Je mag nog één keer in je leven die rondo spelen op een mooi kort gemaaid veldje. Een laag zonnetje. En je mag 4 of 5 oud-teamgenoten uitkiezen met wie in de kracht van hun leven met wie je dat één keer mag spelen. Ja, nou ja, de kracht van je leven. Ik lach erbij, maar hij is overleden. Ik zou om te beginnen nog één keer van boven naar beneden, van de hemel terug op aarde uitnodigen Carlo de Leeuw. Ik heb mijn hele jeugd vanaf mijn 8e met hem in alle jeugdelftallen van Feyenoord gespeeld. En prachtig mooie linksbuiten. En die stond met een rondo never nooit in het midden. En wat ik mooi vind, heel veel voetballers die worden trainer of worden makelaar of weet ik het wat ze worden. Hij is materiaalman geworden van Feyenoord. Ik heb dus nooit geweten dat een voetballer is geweest. Ja, wel, ja, een hele, wat een lieve vent was dat ook, man. Ja. Je hebt hem meegemaakt ook. Ja, toen ik in de jeugd van Feyenoord speelde, was hij al materiaalman. Cool. Ja. Dus als je dan een keer ging meetrainen, dan was dat... een van de weinige mensen uit de staf die wel iets tegen zei. Die je wel aansluit. Die wel wat tegen zei, Oké, mooi. Ja, maar Feyenoord 1 gespeeld. Cambuur, Eindhoven. Voor Feyenoord net niet goed genoeg, maar echt in de jeugd geweldig. Dus die moet sowieso meedoen met de rondo. En die komt nog even terug van boven naar beneden. Komt erin? Wie nog meer? Wim van Hanegem. En dan... dan voel ik me een beetje oncomfortabel. Want het is natuurlijk niet dat ik op het niveau gespeeld heb dat ik met hem heel lang mocht spelen. Ik speelde bij Jong AZ en ik woonde in een pleeggezin. En op een gegeven moment was Ronald Spelbos geblesseerd. Mocht ik met het grote AZ meetrainen. Dus ik heb een wedstrijdje of 4 met hem. Onder andere tegen het grote Manchester City mee mogen doen. Wonnen we met 5-1 AZ Manchester City. Alle ballen aan hem gegeven en... toen zei hij in afloop onder het douchen. Ik dacht dat ik heel goed had gespeeld. Hij zegt, best aardig gespeeld, Hansie. En toen dacht ik, best aardig. Ik was toch goed. Maar dat is voor hem een groot compliment. En, was jouw vader toen trainer? Of, mijn vader was technisch directeur. Oh, technisch directeur. Dus zij hebben mij en George Kessler, Duitse trainer. Dus ze hebben mij eerst wel ontgroend. Van Hanegem, Hovenkamp, Bert van Marwijk. Die hebben echt alles gedaan om het leven zuur te maken. Zoals? Ja, gewoon vervelende dingen roepen. Zoontje van de technisch directeur treedt ook mee. Geef de bal eventjes aan de zoontje van de technisch directeur. Heeft hij er ook een keer een gehad? Ja, totdat ik er een paar, een klein beukje heb gegeven in de 8-8. En toen was het oké. Okay. Was dat jouw manier om respect af te dwingen? Waar een ander een bal in de kruising schiet of een stiffie maken, ram jij er een paar? Het lijkt me ook voor jou, vriend. Ja. Ik kan hem altijd nog inzetten, ja. Ja, zo heb jij het ook gedaan. Ja, zo heb ik het ook gefixt. Ja. Mooi. Dus Van Hanegem, omdat ik heb hem nog nooit in het midden zien staan bij een rondo in 2 maanden tijd. Lastig dat als we doorgaan. 2 spelers die nog nooit in het midden... Dan ik weet wel wie er in het midden staat. Okay, dan. Dan heb ik... Even een beetje... Je maait een klein beetje het gras voor mijn voeten weg. Oh. Want hij is natuurlijk Van Hanegem, een favoriete speler van mijn vader. Is deze week 80 geworden. Dus die wilde ik eigenlijk ook nog even uitlichten. En aan jou vragen van hoe goed was hij nou eigenlijk? Maar ik zag weer beelden voorbij komen. En ik ben in mijn jeugd doodgegooid met beelden van Willem van Hanegem. Maar dat is echt fantastisch om te zien. Ja, ik bedoel, ik heb zelden iemand een bal zien aaien. Maar hij trapt hem niet. Hij aait hem buitenkant links. En... al die jeugdtrainers, er luisteren heel veel jeugdtrainers ook naar jullie. Vergeet het nou maar om al die spelers 2-benig te leren trappen. Je kan beter perfect 1-benig zijn dan gemiddeld 2-benig. Mooi. Daar ben ik het helemaal mee eens, Hans. Mooi. Jij geeft ook alleen maar gas, hè? Ja. Met je rechterbeen. Ja. Maar ook, want ik zie ook wel eens bij, ook gewoon een grote vent, toch? Sterke poten, lengte. Dat heeft hij ook nog bij. Wat jij nu zegt, is wat eigenlijk niemand aan hem zag. Ja.
Buitenkant ballen, mensen alleen voor de keeper zetten, met de kop scoren, geweldige voorzetten geven. Maar hij was een beest in de duels, ja. In de goede zin van het woord. Een beest. Hij was beestachtig in de tackle. Hij won elk kopduel, was de enige aanvaller of aanvallende middenvelder die een kopduel met Piet Schrijvers aandurfde te gaan. Mm-hmm. Want die sloeg je kop eraf en dat maakte hem ook niet uit. Hij was zo verschrikkelijk sterk. Nummer 3? Jazeker. Ja, George Best. Dat gaat ook niet in de midden, gok ik. Nee, niemand die ik heb opgenoemd staat in het midden. Maar ja, dat is echt niet normaal, George Best. Guus Hiddink en ik hebben met San Jose Earthquakes hebben wij met hem mogen spelen. En we woonden naast hem in een appartementencomplex. En hij had de zoveelste Miss World naast zich. En Guus was helemaal onder de indruk van Angela McDonald. En wij hadden palmbomen voor ons en een mooi zwembad. En we trainden 's morgens heel hard. Van 9 tot 12. 3 uur training in 35, 36 graden. En dan kwam Guus. Ja, die jongens waren allemaal 5, 36. Ik was 20. Dan zei Guus van... Hansie, Guus gaat een stukje slapen. Mocht het zover zijn dat Angela McDonald aanstalten maakt om te gaan zwemmen, maak me wakker. En dan ging ze en dan kwam ze. Ja, die had benen. Ja, daar moest je echt een halve snipperdag voor nemen. Als je van haar tenen naar haar heupen wilde gaan kijken. En Guus was helemaal in de ban van Angela McDonald. En dan zeg ik, het is zover Guus, het is zover. En dan sprong die uit zijn bed, duikbril op. Ze Harry Hawaii, zwembroek aan, flipflops. En dan de grote toptrainer later, Guus Hiddink, zwom dan achter Angela McDonald aan. En dan keek hij of ik het zag. En dan als zij... Ze had zulke lange benen. Als zij om de hoek was van de eerste palmboom, tikte hij nog de kuiten aan. En dan zei hij, heb je het gezien? En dan ik klap, hè? Geweldig. Dus. Dus alleen dat is al een reden om George Best in je team te hebben. George Best. Dat is meer dan genoeg argumenten. Ja, mij. Ja, oh, die was zo goed. Bingo. Gillende vrouwen bij de ronde. Oké, we hebben gillende vrouwen. We hebben nog niemand in het midden. Wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog over? Ja, we hebben dan ook nog een... Ik hou van mooie voetballers. Ik ben niet zo'n fan van mezelf en van jou. Hebben we dat gemeen? Ja, nee, wel, Bart. En Maarten wel, keeper. Ja, keepers. Ik ben gek op keepers. Nee, maar dit is ook weer een hele mooie voetballer bij Brighton. Als hele middelmatige speler heb ik 2 jaar bij Brighton mogen spelen. En daar was de centrumspits, wat normaal iemand is zonder voortanden. Die kopt en die beukt en die tackelt. Frank Worthington. Zo'n ongelofelijke mooie voetballer. Dus die kopte niet, die tackelde niet. Die ballen die uitgetrapt werden, die maakte hij met zijn linkerbeen uit de lucht dood. En alles was mooi aan hem. En ja, hij zat in de rock scene. Zijn vrouw Karen is... was, maar hij is onlangs overleden, is manager geweest van heel veel grote artiesten. Dus ja, hij was heel populair bij Mick Jagger, Rod Stewart. En ik was 23, hij was al 6, 37. Waanzinnig mooie voetballer. En dan belde hij hem op en dan zei hij, hey Crazy Hands, Mick is over hier. Mick is over hier? Ja, ja. Which Mick? Ja, Mick Jagger is hier. Come on, have a pint. En dan... Zit je met Mick Jagger. En dan 3 weken later zei hij, hey, Rod is over hier. Ja, welke Rod? Ja, Rod Stewart. En ja, dat zijn wel hele mooie dingen. Het wordt een hele bizarre rondo. Gillende vrouwen. Mick Jagger langs de lijn. Mooi, man. Dit is ongelooflijk. En dan jij in het midden, vullen we dat zo? Ik in het midden. Oké. Okay. Ja. Gewoon net zo lang stieren tot je er eentje hebt geraakt. Ja, en ik denk niet dat ik iemand raak, want ik wil ze alle 4 niet raken. Oké. Mooi, man. Dan... willen we even naar het kopje het interview van voetballers. Wat jij wekelijks doet en moet doen. Voordat je zo'n gesprek start na een wedstrijd met een speler. Wat wil je dan ongeveer uithalen? Wil je dat het leuk wordt? Wil je dat er nieuws gemaakt wordt? Wat wil je eruit halen? Nou, eigenlijk is het ultieme, als je het voor elkaar krijgt, dat je een aantal keren in de maand dat je een leuk interview hebt. Dat mensen zeggen van, goh, niet dat ze mij leuk vinden, maar goh.
wat is dat een leuke jongen? Mm-hmm. Degene die geïnterviewd wordt. Wiefer is een ongelooflijke leuke jongen. En als die loskomt, is die heel erg leuk. Andere keer wil je, wat ik heel veel had met Roger Smit. Dan schuurt het. Ik wil nog ineens dat het schuurt. Maar het schuurde tussen ons altijd. Want je mag een Duitser niet onderbreken. Dat heeft hij me heel duidelijk gemaakt. En elke keer... Doe je wel eens onderbreken? Onderbreken? Jawel. Ja, vind ik wel fijn. En dan werd hij helemaal gek. Af en toe nieuws. Ik ben geen nieuwsjager. Dus eigenlijk een leuk interview of een schurend interview. Als je dat een aantal keren in de maand hebt, dan is het oké. Een van de leukste dingen, ook in onze collectieve herinnering eigenlijk, zijn jouw gesprekken met Louis van Gaal als bondscoach. We hebben hier een fragmentje van SBS 6 en we vallen er een beetje middenin. En Louis van Gaal heeft gezegd dat het bondscoachschap een opoffering voor hem is. Hij heeft het ambt aanvaard en hij moet zichzelf opofferen. En daar bevraag jij hem naar en dan komt er wederom een interessant gesprek op gang. Maar we snappen jouw ambitie wel, maar het was opvallend dat het een opoffering is. Prachtige baan toch? Ja, waarom vraag je nu weer naar de bekende weg die ik al in vorige persconferenties beantwoord heb? Waarom wil je steeds, wedstrijd beantwoorden, weer oversnijden die ik al beantwoord had. En nu moet ik weer vragen beantwoorden die ik ook al beantwoord heb. Louis, de enige vraag die ik stel is, heeft de KNVB niet gezegd van, goh, bondscoach, jammer dat je dat gedaan hebt? Nee, want dat moeten ze ook niet doen, want ik heb dat al gezegd bij de aanvaarding van het ambt. Gefeliciteerd met je punt. Gek, hè, dat ik dat toen al gezegd heb. Gek, hè? Maar ik vind het wel geweldig dat ik die baan heb. Gek, hè? Nou, ik ben blij om dat te horen. En gefeliciteerd met je punt. Toch? Nee. Esland uit. Waarom? We hebben 2 punten hier verloren. Wat kijk je nu vreemd? Nou, ik laat je uitpraten. Oké. Goed. Goed zo. Dankjewel. Maar je weet toch al van tevoren, als je deze vraag gaat stellen, wat er gaat gebeuren? Of... Ja, van deze vraag wist ik het wel, ja. Dat ging gebeuren. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb dit 2 jaar gedaan. Voor SBS hadden wij alle rechten. Ja. En dan moest hij dus heel snel komen. En ik weet wel dat mijn vader en moeder... Of ik nou in Rome was met Italië-Nederland, of dat ik nou in Estland was voor Estland-Nederland, of waar dan ook. Die belde altijd 's middags op en dan zei mijn moeder van, Hans, zou je een klein beetje rustig met Louis willen doen? Want je vader vindt het verschrikkelijk. Ja. En ik zei, ik zal het proberen, maar. Ja, en dan stelde ik hem een open vraag, waar dan ook, en dan, dan schoot hij weer uit zijn slof. Ja, en dan haalde ik maar gewoon eventjes mijn anker omhoog. Wesley Sneijder werd structureel gepasseerd, omdat hij iets te veel vet aan zijn lichaam zou hebben vanuit Turkije. En ik wist, als hij vervelend tegen mij ging doen, dan zei ik van, Louis, waarom heb je Wesley Sneijder niet geselecteerd? En jij altijd met je Wesley Sneijder, slaap jij in het midden toevallig tussen Wesley en Jolante? Ik zeg altijd maar voor de helft zekerheid, Louis. Dat was mijn troef eigenlijk. Een beetje een Wilfred Genee-troef. Maar om hem een tikje terug te geven of om leuke tv te maken? Nee, want ik begon altijd met een voetbalvraag. Van waarom vandaag deze samenstelling op het middenveld? Mm. En wat verwacht je van dit centrum? Wie wordt de extra man op midden? En als hij dan zei van dan had je op de training maar moeten opletten. Of dan ga je zo meteen wel weer zien. Of als het dan op die tour ging, dan... Dan feliciteerde je hem nog even met een punt. Ja, Estland uit. Die hadden 24 wedstrijden thuis niet meer gewonnen. Maar had je die ook al van tevoren bedacht? Of dat is gewoon... Nee, denk nog eventjes... Deze kwam spontaan op omdat hij zo lang doorging. Ja, en als kijker, op een gegeven moment zit je er eigenlijk gewoon op te wachten. Elke keer dat de wedstrijd is geweest als een of andere waardeloze kwalificatiepot. En dan komt dit en dan eigenlijk wacht je op op de clash. En je kreeg hem gewoon altijd. En dat is wel lekker. Daarom is het volgens mij, vond iedereen dit ook leuk. Voetbal moet ook een beetje entertainment zijn. Ik zit even te denken. Kijk, zo'n interview. Je voelt dat van tevoren dat het gaat schuren. Maar jullie hebben dat ongetwijfeld ook wel eens gehad. Dat je hebt bijvoorbeeld of een slechte wedstrijd gespeeld. Of je hebt een...
je hebt een ketsertje gemaakt, weet ik wat er gebeurd is. En je hebt zo'n interview na de wedstrijd en je merkt toch dat de interview zeg maar een bepaalde kant op wil. En als jij dan, je probeert dan een beetje te tackelen van natuurlijk maak een foutje bij dit en dat. En als hij dan toch nog een beetje gaat doordrukken over iets wat jij dan al een soort van in de vraag daarvoor hebt afgesloten. Ik herken zeg maar wel een soort van die irritatie. Hebben jullie dat ook? Of is dat iets heel... Nou ja, ik snap wel dat het... In dit geval snap ik best wel dat... Je snapt mij wel. Ik snap Louis vooral wel eigenlijk. Je hebt net gelijk gespeeld bij Estland en dan krijg je allemaal kutvragen en daar moet je op reageren. Ja. Ik snap wel dat je daar niet echt op zit te wachten. Alleen ik snap niet dat je... Hij laat zich natuurlijk gewoon wel echt kennen. Ja. Ik bedoel, hij hoeft jou niks te geven. Nee. Hij kan gewoon met jou meedoen en dan is er niks aan de hand. En dan gaat iedereen morgen weer over tot de orde van de dag. Maar hij is dan toch te trots of zo. Maar het is ook lastig toch. Als je, ik noem het, jullie spelen. Je speelt ergens een uitwedstrijd. Je hebt een 3-0 op je kloten gekregen. Je moet naar die desk daarna. En je zegt gelijk, je steekt de hand in eigen boezem. Van, ja, het was een kutwedstrijd. We hebben verloren. We hebben het niet goed gedaan. Dan is het al klaar. Dan denk je dat het klaar is. Maar dat komt, weet ik veel. Ik noem iemand Gert-Jan van Beek nog een keer. Maar dat kan toch niet wat jullie hier doen? Ja. Wat jullie laten zien. Dat is een grof schandaal. Ja, maar je moet je kapot schamen. Dan zeg je, ja, klopt. En ja, weet ik. En dan gaat hij nog een keer door. Als speler neutraliseer je eigenlijk de interview door al gelijk het boetekleed aan te trekken. Dan hebben zij geen taken meer. Dan gaan ze lopen zuigen. Dat is ook nog een beetje indruk. Nou, als je dat bij mij zit, dus ik zou je dat nooit meer willen zeggen. Ja, precies, en dan word je toch een beetje... Dan word je een beetje, zou je dat maken, als je het nooit meer willen zeggen. Dat je slecht was. Laat mij dat alsjeblieft zeggen. We gaan ermee aan de slag. Laten we even doorgaan naar een ander leuk. Ik had het over de bromance met Bobby. Dat is de laatste maanden wel lekker uit de verf gekomen. Dit is ook voor ESPN een gesprekje waarin je hem geloof ik feliciteert met de speler van de maand of iets. En jullie raken verder aan de praat. Ja, dat is mijn favorietje dit. Ik vraag het maar gewoon tussen neus en lippen door. Hoe is het met de liefde? Liefde gaat goed. Ik heb al een tijdje een vrouw. Dus, Leuk? Yes. Weet ze? Hou ze rustig. Nou, zeg dan maar zachtjes in mijn oor hoe zij het. En Linde? Dan gaat hij toch hard zeggen, hè? Elinde. Wat ga je doen in de winterstop? Skiën? Nee, ik ga lekker op vakantie. Een paar dagjes even weg naar Dubai. Dus, naar Dubai? Een paar teamgenoten van me. We komen ook naar daar, dus... Skiën, niks voor mij. Niks volgens mij mag dat niet, hè? Staat dus in jouw contract Brian Brobbey mag niet skiën? Nee. Volgens mij in de meeste contracten staat dat je niet mag skiën en zo, want als er iets gebeurt, denk ik, hè? Weet je niet zeker. Maar dat is sowieso niet mijn ding. Dus we zien jou niet op lange latten? Nee, zeker niet. Wat gaat u doen? Werken? Ik ga naar Zanzibar. U? Je zegt... Maar ik zeg altijd u, toch? Waar is het? Afrika, hè? Afrika. Hoe lang? Je kan mee. Nee. Mijn vrouw vindt jou leuk. Ja? Nee, dat doet niet leuk voor jou. Dat is lekker. Dat is goed, hè. Waar ergens is die vonk tussen jullie overgeslagen? Ik heb geen idee. Okay. Nee, ik heb geen idee. Ik, op de een of andere manier vonden... Ja... Vonden we elkaar heel makkelijk met de interview. En hij kan ook heel goed een kritische vraag van me hebben. Ja. Want voordat hij dit soort leuke dingen zei, heb ik ook wel eens gezegd van je kop als een gevulde koek. En dan kan hij verschrikkelijk om lachen. Hij zegt, ik ga eraan werken. En dan ben jij weer klaar. Ja, dan ben ik klaar. Maar wat... want er is ook heel veel kritiek op interviews met voetballers, vooral voor en na de wedstrijd, dat er niks uitkomt, dat het saai is, dat het voorspelbaar is, et cetera. Wat kan je een beetje, vanuit jouw ervaring, wat kan je een voetballer vragen om het een beetje leuk te maken, om het een beetje vlot te maken, om het een beetje scherp te krijgen? Ja, ik probeer mezelf wel in een voetballer te verdiepen, omdat ik dat 17 jaar gedaan heb. Hmm. Ik probeer in eerste instantie open vragen te stellen waar ze dus antwoord op moeten geven. Maar er zijn natuurlijk niet zo heel veel hele spraakmakende voetballers. Ik bedoel, Wiever kan heel goed praten. Hartman praat goed. Veerman is een leuke, goede prater. Ik vind Noah Lang, daar heb ik ook wel iets mee. Niet dat ik met meer dan 3 voetballers iets heb, maar heb ik wel iets mee. Steven Berghuis is spannend om te interviewen, want het kan linksaf gaan, hij kan rechtsaf gaan. Hij kan boos worden, hij kan leuk zijn.
Met jou gaat het meestal best aardig. Guus Til, denk ik. Guus Til is ook wel, die durft ook gewoon te zeggen van, wat heb jij nou tegen de mensen gezegd dat ik in de basis start. Dus dat soort dingen. Til is goed. Alex Pastoor is leuk om te interviewen, Slot. Maar er zijn ook karrevrachten die gewoon, waarvan je denkt van, die moeten direct na afloop aan de desk komen. En of bij mij moeten komen. Dat je denkt van, nou, dit wordt echt wel even trekken. Ja. En dan moet je het gewoon wat korter proberen maar te houden. Juist... En daar ben ik heel slecht in, om het kort te houden. Ja, eigenlijk moet je gewoon, als iemand niet te veel heeft, 2,5 vraag. Dankjewel, succes. Maar dan krijg je, als dat de instelling is, dan krijg je dus het rijtje wat je net noemde. Dat zal iedereen erkennen, zo'n beetje. Die worden overal iedere keer gevraagd. Dan krijgen ze, daar gaan we wat leuks van maken. En al die anderen, ja, er komt toch niks uit. Dus laten we er snel van afmaken. Maar de kunst is de kunst niet ook om om onbekende spelers of slechte sprekers een beetje in het licht te zetten en hun iets leuks te laten vertellen. Alleen dan ligt er meer verantwoordelijkheid bij de interview. Ja. Nee, maar je moet openstaan voor alles. En je moet totaal niet van tevoren iets hebben van, goh, dat moet met Brian Brobbey moet het leuk worden. Ja. Nee, het wordt of automatisch leuk of niet. Ja. Het kan ook heel serieus zijn. Hmm. Van waar werk je de afgelopen tijd aan? We zien je tegenwoordig steeds weer met je gezicht naar een centrale verdediger staan. Hoe komt dat? Wie leert jou dat? En Dat vind ik net zo leuk als dat hij zegt van, ga jij niet leuk vinden als ik mee ga met jou naar rustig. Ja, die lachen op het einde zo goed. Heb je wel eens een interview gedaan waar je helemaal niet blij mee was? Oh, zat. Wat schiet je te binnen? Recent, Maarten Martens. AZ-trainer. AZ-trainer, dat is echt dat is echt heel zwaar om het te laten schuren, want hij wordt niet boos. Om een glimlach te onttrekken, om hem te vragen of hij inmiddels ook, of hij inmiddels heeft ervaren na 5 keer niet gewonnen te hebben dat dit een wakker lichtvak is. Mm. Dat is goed Nederlands toch? Een wakker lichtvak. Als jij dat een mooi woord vindt, doen we dat gewoon. Ja, nee, ik lig niet wakker. En, ja, weet je, dan is het best pittig. Nee, ik lig hier niet wakker en ik ben niet snel nerveus. En het is net als met Jong AZ. Ik zeg, het is helemaal niet net als met Jong AZ. De Jong AZ hoef je alleen maar 1 of 2 spelers af te leveren. En je mag net zoveel verliezen als je wil. En dan ben je nog steeds een goede trainer. En je wordt ook een beetje vals dan, hè? Als het dan als het een beetje saai wordt, begin ik wel een beetje vals worden. Ja. Maar dan ben je niet blij met de reactie hij geeft of met de manier waarop je zelf vragen stelt? Ik heb ook heel regelmatig dat ik... ik heb een hele kritische vrouw. Die zegt wel van goed is goed. Minder is minder. Kijkt ze al je interviews? Die kijkt wel alle interviews. En die zegt gewoon van dit was goed. Dit was minder. En deze met Martens was niet goed als. Ik zeg maar, zelf ook in de gaten schat. En dan ga je samen s'avonds even zitten, trek je flesje open en dan gaan we het even doornemen nog. Nou ja. Terugkijken ook? Nee. Terugkijken? Nee joh, ik kijk nooit iets terug. Oké. Dus ik vond het heel leuk om dit te zien. Leuk, ja. Met Brian Die had Robbie. Je nog niet... Nee. Ik kijk nooit iets terug. Maar ik zit even te denken, want als het over dat interview met Maarten Martens gaat, dan lijkt het erop dat hij zich redelijk op de vlakte houdt en gewoon niet te veel op wil vallen. En denk vooral gewoon bezig wil zijn met zijn werk bij AZ. Maar ik vraag mezelf ook wel eens af. Ik vond het altijd wel leuk om voor de camera te komen. Ik had er niet zoveel problemen mee. Maar achteraf, nu terugkijken, denk ik ook van ja. Ik bedoel, het heeft me ook eigenlijk niks gebracht tijdens mijn voetbalcarrière. Hoe bedoel je niks gebracht? Nou, gewoon of je nou leuke antwoorden geeft of vervelende antwoorden. Uiteindelijk maakt het voor je voetbalcarrière niet zoveel uit. Nee, dat is... En bij Slot waarschijnlijk wel, want die verkoopt zich heel goed, denk ik. Maar ja, nu sla je de spijker op zijn kop. Een voetballer die makkelijk praat, die gaat niet meer opleveren. Nee. Maar een trainer wel. Een trainer die een goede indruk maakt voorafgaand aan een wedstrijd, na de wedstrijd. Kees Jansma zei ooit een keer tegen me van Hans, het begint de spuigaten uit te lopen. Mensen nemen inmiddels tegenwoordig bijna trainers op basis van hun uitstraling, op basis van hoe ze overkomen in de huiskamer. Terwijl toch de prioriteit ligt van, ik zou toch nog wel eens eventjes willen weten van 10, 15, 20 spelers die onder de trainer hebben getraind. Wat vind je van hem? En zeker mensen die niet meer met hem werken. En ga mensen trainingen laten bekijken. Ja. Vind je als je verhaal moet vergelijken als trainer met iemand voor de camera?
Ik heb nog nooit een interview van... Dat wil ik wel graag horen van verhaal als trainer. Ik ben gewoon benieuwd. Zullen we daar naar op zoek gaan? Ik kan hem niet geven. Wat verwacht jij een beetje? Hoe hij gaat zijn voor de... Wordt het de protégé van Marinus Dijkhuizen? Oh, wat gaat hij doen, joh? Wat gaat verhaal nou doen? Hij heeft al gezegd dat hij eigenlijk alle media is gaan mijden sinds hij een slecht optreden in één podcast heeft gemaakt, waar we verder niet over hoeven uit te wijden. Dus de drempel is hoog. Ik denk dat hij zich op de vlakte gaat houden, ja. Ik denk dat hij, maar niet zoals Martens. Wie houdt zich een beetje verder op de vlakte? Doe net alsof hij er niet bij is. Ik wil even kijken. Wie houdt zich op de vlakte? Nee, het gaat, uiteindelijk gaat het soort type Ron Jans worden, denk ik. Zo'n grote knuffel. Nah. Ja, wel. De Henk de Jong wordt die Henk de Jong. Ja, dat zou kunnen. Toen denk je, welke kant gaat het op? Ik weet niet. Naar welke trainer kijk je graag voor de camera? Nou ja, er is eentje waar ik het allerliefste naar kijk voor de camera. En dat is Jurgen Klopp. Dat vind ik de allerbeste daarin. Dat is mooi. Maar jij weet ook dat je zelf niet... Dat je alles gaat doen om niet te veel op Jurgen Klopp te lijken. Ja, tuurlijk. Ja. Maar hij is wel... Ik vind hem de beste. Ja. En Slot doet het denk ik ook goed. Maar ik vind Van het Schip bijvoorbeeld ook best wel goed en duidelijk en eerlijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat het publiek ziet de spelers op het veld actief, maar ziet de trainer natuurlijk nooit trainingen leiden of zo. Dus het enige wat ze van hem zien is hoe hij vertelt voor de camera. Dus dat is heel belangrijk eigenlijk. En vaak zou je ook kunnen zeggen, hoe iemand voor een camera staat, zal die ook wel ongeveer voor een groep staan. Het is toch over Ten Hag best wel vaak gezegd van ja, het kan nooit een goede trainer zijn. Kijk hoe die voor de camera staat. Mm-hmm. Bij wijze van spreken. Ja, dat is natuurlijk, het is klinklare onzin. Ja. Alleen toch als je hem die eerste paar keer in het Engels wilt praten, denk ik van ja, weet je, het is niet top. En dan moet je in het Engels tegen die gasten praten. Ja. Terwijl het inhoudelijk zegt natuurlijk helemaal niks. Maar vaak komt het toch wel overeen hoe iemand zich voor de camera verkoopt. Is die ook ongeveer wel de spreker in de groep? Of is ja, dat ja, zei, ik vind Ten Hag komt niet heel zeker voor de camera, maar die heeft wel een goede... Maar goed. Er wordt niet mee gesold volgens mij. We gaan het hebben over het schakel... kanaaltje. Ja. Hoe noem je dit zelf eigenlijk? Schakelprogramma, schakelkanaaltje, RKKD-avond, duikavond. Duikavond. Feestavond. Dit is eigenlijk belachelijk dat je er voor betaald wordt. Want wij maken dit programma met een man of 6, 47. Grote redactie en regisseur, regieassistentes. Jongens die beeldbanders, die verschrikkelijk hard. Die moeten die korte fragmentjes van 20 seconden elke keer maken. Dat zijn er dus ook een stuk of 12. Die werken zich te kleren. Dus ja, met 647 mensen. Het is net of dat je op Schiphol staat. Met heel veel verwachtingsvolle mensen. Met koffers. En we gaan naar de zon. Of we gaan naar de sneeuw. Ja. Dat heb ik elke vrijdag. Het is de vakantie is het. Ja, maar jij hebt echt de allermooiste baan van ESPN. Tenminste, de allermooiste... Veel mooier dan dit gaat het niet worden. Yeah. Nee, dit is echt heel erg leuk. Ja. Dit is echt voor de mensen die het niet elke week kijken. Het gaat om het vrijdagavond. Het gaat alle keukenkampioen divisiewedstrijden en een eredivisiewedstrijd in worden. Er wordt geschakeld van kans naar kans en daar op het veld. Dus meestal een wedstrijd of 9 tegelijk, toch? Daar valt de rode kaart. Ja, bij een goede avond. Ja. En er wordt over het algemeen ook veel gescoord. Dus het is heerlijk. Zit in een rap tempo, gaat dat allemaal voorbij. En jij praat dat samen met een presentator een beetje aan elkaar. En je geeft een commentaar op, et cetera. Ja, nou eigenlijk Pascal Kamperman en Twan van Peperstraat, die praten het aan elkaar. Ja. En we hebben een lange voorbeschouwing. Dat is ook eigenlijk tak, tak, tak. Dat noemen ze tak, tak, tak TV. Mm-hmm. Dan gewoon ze heel, heel snel heel veel laten zien. En af en toe een ondeugend balletje laten zien. Ja. En af en toe een ketser van een keeper. Sorry Maarten. Dat is niet erg. Ik heb gehoord dat je weer de nul hebt gehouden dit weekend met Sudoku. Je bent goed op de hoogte. Ja. Het was niet makkelijk. Geintje. Maar mensen vinden het leuk. Je zegt het net al. Je weet als je naar Cambuur Groningen gaat. Of er wordt op de paal geschoten. Of iemand peert hem in de kruising. Of iemand scheurt zijn kruisbanden af. Of een scheidsrechter gaat weer helemaal in de fout. Of, nou ja, er gebeurt altijd wat. Roel Jansen slaat weer een op zijn bek. Dus, ik zit bijvoorbeeld afgelopen vrijdag. Ik ging even bij mijn ouders langs. En ik kwam aan en het waren de laatste 20 minuten. En dan begint het natuurlijk echt. Dan begint het pas, ja. En dan zie je denk ik in de laatste. Je ziet een goal of 10 komt er nog voorbij. Er pakt er nog eentje. Toevallig dit geval was voor mij Roel Jansen. Die pakt rood. Emmen staat weet ik van voor uit bij Roda. Die scoren nog 2 keer in de laatste minuut. En dat is gewoon...
standaard. Dus ik merk dus als ik, en dat heb ik wel eens vaker gehad, dan zit ik zeg maar met mijn moeder in gesprek. Maar eigenlijk ben je niet meer echt aan het luisteren, ja, omdat je de hele tijd naar die televisie getrokken wordt. Ja. En dat heb ik letterlijk als ik als Champions League of zo opstaat, was gewoon één wedstrijd, dus heb ik dat nooit. Ja, ja, want er wordt veel door voetballers ook naar gekeken. Er wordt over gepraat op zaterdagmorgen en zo. En volgens mij, want ik kijk niet altijd, maar ik heb afgelopen weekend weer eens gekeken. En dan, volgens mij is het een contrast. Kijk, die Eredivisie wordt altijd heel veel ernst verslagen. Hè? Daar is iets over serieuze gezichten, gaan we dat allemaal zitten analyseren. En daar is iets aan de hand en die staat onder druk. En zij hebben weer eens gewonnen. Dat geldt voor de Champions League misschien nog wel in grotere mate. Maar hier zit dus een lichtheid overheen. En, ja, er is een commentator bij Telstar. Als er wordt gescoord, dan roept hij goal. Ja. Dat is alsof iedereen lekker grapjes mag maken daarover. Het wordt met een soort En er zit Koert Westerman, die zit bij Jong PSV tegen, noem ik of wat, en er scoort iemand, heeft weer een bijnaam voor. Dat is toch genoeg. Dus er is een soort, het is gewoon spielerij bijna, ook voor de commentatoren, maar voor de analisten. Nou ja, weet je, ik ja, analist één. Meningjes geven. Ja. Maar het klopt wel wat je zegt. We maken het totaal niet groter dan het is. Ja. En ik zou het zo ongelooflijk ongepast vinden om na afloop van MVV Top Os met een Pierrot met stippellijnen en geen rugdekking gevende vleugelverdeling. Ja, dat zie ik wel. Maar daar ga ik me niet aan wagen. Ga ik mensen niet mee lastigvallen. Ik val mensen lastig met een ondeugend steekballetje van Ouaissa. Dat is een hele mooie 19-jarige Marokkaanse linksbenige hangende rechtsbuiten van Roda. Ja. Die nu is overgenomen door NEC. Hou hem in de gaten. Dat wordt een hele, hele grote speler. Ondeugend balletje van Ouaissa. Maar het is voor KKD-spelers zelf ook top dit, hè? Ja. Want ik keek natuurlijk, noem het 10 jaar geleden, keek er geen hond naar. Nee. Dat zag echt niemandje. En dan was dan één wedstrijd, werd er helemaal uitgezonden volgens mij. En dat was altijd te hopen dat je dat dan een keer was. Ja. Want dan kon je familie kijken. Terwijl nu is het, je gaat zitten en alles komt voorbij. Hier komt het voorbij. Ja. Dan speelden wij met Sparta tegen Helmond. Dat was dat toevallig, die wedstrijd werd uitgezonden. Dan zag je de volgende dag de kijkcijfers. Dan keken er 1800 man naar. Ja, maar serieus, in het jaar dat wij kampioen werden met Sparta, dat ene jaar. Is dat het ene jaar? Dat is het ene jaar. Het jaar van waar? Toen kwam volgens mij pas richting het einde van het seizoen werd dat ingevoerd. Wij speelden op een gegeven moment in februari tegen VVV thuis. VVV stond tweede en wij stonden eerste op dat moment. Ja. En dat was op een zondag. Werd niet eens live uitgezonden. Sterker nog, ze hadden gewoon zo'n analysecamera volgens mij gebruikt om die wedstrijd te filmen. Maakt even het mooiste doelpunt van het seizoen. Nergens te zien. Je ziet gewoon. Zou je altijd hebben dan? Je ziet gewoon. Twee derde van die goal zie je niet, omdat hij nog Alex Pastoor staat te filmen. Dat is echt bizar. Jij had 10 jaar later was jij een cultspeler. Was jij een cultspeler geworden? In elke huiskamer was jij een cultspeler. Had Hans Krijen zo naar Feyenoord gepraat. Bij Excelsior was het vergelijkbaar programma er ook even niet geholpen. Maar en wat er ook wel, daar mogen we natuurlijk geen reclame voor maken, maar ik woonde ooit met twee vrienden samen. Die zaten dat ook te kijken en die waren aan het gokken op die wedstrijden. Ja. En dus, dan is het ook leuk, hè? 9 wedstrijden waarop geschakeld wordt. Je hebt daarop ingezet. Dat is lekker. Dat is de extra dimensie eraan. Ik hoor Steven als de jongen uit mijn team altijd zeggen: morgenavond gratis geld. Zit er op donderdag. En dan zitten ze weer bij het schakelprogramma. En heeft er nooit iemand gewonnen. Ik zit net aan een AA-drankje van jullie. Daar worden jullie vorstelijk voor gehonoreerd. Ja. Jullie gaan nu ook gokbedrijven. Gaan jullie onder de aandacht brengen bij mensen onder de 18. Klaar, of niet? Nou, ik neem nog eens een slokje. Het is toch wel erg. Ik weet niet wat jullie doen, maar ik sta gewoon 3,5 kilometer hier vandaan sta ik geparkeerd. Neem maar eentje mee. Ongetwijfeld zal ik mijn eigen parkeerkaartje moeten betalen. Oh, je kan alles declareren. Het grote geld. Ja, maar kijk, het was het grote geld die bij FC afkikken. Nee, het was zo. Die Bart zegt, Hans heeft hem in de boompjes garage gezet. Ja. Zeg, nou, leg mij een drankje voor. Zo is het dan ook. Ik sta in de boompjes garage. Volgens dat jij niet wat Ik dacht, ik start even met een klein quizje, want dit is toch een beetje mijn competitie. Thomas is hem ontgroeid als trainer nu al. Bart, jij voelt jezelf denk ik toch ook stiekem? Nee, niks. Voel jij het goed om in de KKD te gaan spelen? Nee, ik heb het 3 keer meegemaakt. Het gaat in. Zou je nu nog teruggaan? 3 jaar, 1 jaartje zo. Er zit een soort patroon in. Je hebt wel hoofdspelers die zich. Hoe lang ga jij nog door, Bart? Ik speel nog wel even aan, dus de kans is, wordt steeds groter dat ik ook weer een keer in beland. Dus ik wacht tot Go Ahead degradeert, dan ga je terug. Ik dacht, we doen even gewoon de vraagjes om te kijken of jullie echt op de hoogte zijn. Hans, deze mag jij niet beantwoorden. Nee. Wie staan op directe promotie? 2 ploegen? Willem II.
En Roda. Dat uitstekend. Dat wist ik niet. Mooi. Dit is even, ik denk, ik ben benieuwd Hans of jij het weet. Bart, nu kan je weer een beetje net zoals met het ambidexter, kan je weer even het mannetje worden. Door de promotie van Almere afgelopen jaar is er nog maar één profclub in Nederland over die nog nooit op het hoogste niveau uitkwam. Welke club is dit? Telstra. Nee. Shit. Fuck. Telstra is heel vaak 60 geworden in de Eredivisie zelfs. Dat was voor Os. Mijn tijd, denk ik, Hans. Topos. Leg je toch weer de goede. Ja, zie jij dat nou te lipzinken naar soort lipzinken? En Helmond heeft er dus in gezeten. Helmond heeft erin gezeten, okay. Ja. Dat moet dan wel, hè? Ja, als eentje is. Ja, zij slimmer. Gaan we toch even naar het jaar van Vaar. Bij hoeveel goals was Thomas Vaar betrokken in de Jupiler League in 2015, 2016? Moet ik het zeggen? Of Hans? Of Thomas weet dit misschien. Ja, ik weet het. Ik schat een stuk of 11. Dus goals en assist. Het jaar van Vaar wordt het genoemd, hè? De praten mensen nog steeds zo. Mag ik hem een antwoord geven? Nee, 21. Nee, wacht. Volgens mij Hans, dit wordt niet leuk voor je. Dit wordt niet leuk voor je. Gaat je vrouw niet leuk vinden? Of ga jij niet leuk vinden? Ik denk de 41 of zo. Ja, hoe de fuck weet je dit? De mensen thuis te zeggen, 26 goals misschien 24, wel. 24. Okay. Nou loop je het overdrijven. Ja, de mensen thuis gaan denken dat het... Niemand thuis gelooft dit. Dat jij Os goed gokt en 41. Oh, hey, wauw. Wow, ja. Toen was je ook gewoon meninkjes geven. Hè? Dus toen was ik ook meninkjes geven, ja. Maar toen was het echt paradijs voor aanvallers, hè? Ja. Lekker. 41. Ja, dat is niet normaal. Ja. Ik dacht een paar spelerspaspoortjes. Spelers die nu actief zijn in de KKD. Leuk. We gaan van makkelijk naar moeilijk. Vitesse, Manchester, Dynamo Moskou. Bündner. Ja, Bündner. Sterk. Kan je hem afmaken? Ook? Dynamo Moskou. Fucking Fenerbahce of zo, zoiets. Anderlecht, Dynamo Moskou, Vitesse, New England Revolution, RKC. Oh. En nu? Graafschap. Graafschap, ja. Heel goed. Als iemand deze weet, zou ik het erg knap vinden. Van 2012 tot 2015 Sparta, Groningen, Zurich, Utrecht, Cambuur en nu de Graafschap. Broes weet het alweer. Nog een keertje. Mahi. Ja, zo, wow. Ja. Mooi. Sterk. Mooi. Holla, sterk, bro. Oké, dacht om hem af te sluiten, even hoe er in de kleedkamer toch een beetje over de KKD wordt gesproken. Ja. Dus ik schets een situatie en je mag gewoon roepen als je het weet. Je speelt in de Eredivisie, maar je staat er slecht voor op de ranglijst. En je zit in de kleedkamer, je hebt net weer verloren en je schetst het beeld dat je volgend jaar wel weer eens op vrijdagavond kan gaan spelen. Om dit beeld kracht bij te zetten. Over welke uitwedstrijd heb je het? Helmond uit. Ja, ik heb twee goede antwoorden. Jong AZ uit. Jong Utrecht. Maar... Ja, en Telstar had ik ook. Dat is vaak Helmond standaard, ja. Inderdaad. En wat wordt er dan vervolgens direct gezegd om dat beeld ook weer te relativeren? Wel lekker op vrijdagavond. Ah. ik heb gestaan, die wel een lekker weekend van een vrijdag. Ja. Dit is nog eentje die me altijd opvalt. Als je het hebt over de kwaliteit van de KKD. En over direct. Als dan een club degradeert. Ja. En het gaat erover hoe groot is de kans dat ze weer gaan promoveren direct. Wat zeg je dan altijd over de KKD? Altijd lastig, onvoorspelbaar. Het is niet makkelijk om eruit te komen. Hoor. Ja. Ze zijn heel sterk dit jaar. Hele sterk. Ja, ja, en dan vervolgens ga je dan het rijtje clubs opnoemen wat je eigenlijk een Eredivisie club hebt. Ja, ja, ja. Die hebben dan de afgelopen 10 jaar één keer in de Eredivisie. Ja, dus nu zeg je, je hebt ADO nu, je hebt Emmen, je hebt Cambuur, noem maar op. En dan ga je door. Vorig seizoen hadden ze volgens mij een hele sterke KKD. Ja. NAC is ook al 30 jaar een Eredivisie club. Nou, dan ga je toch ook zeggen, ja, en ook Helmond, want daar betalen ze ineens. Oh ja. Weet je, zit er dan ook bij. Ja. Dus dat zijn een beetje toch hoe het in de kleedkamer het meest wordt gedaan. Mooi. Ik ben onder indruk van jullie allemaal. Dan heb je toch ook een typische KKD-spelers, hè? Zoals vaak wordt gezegd. Schieten jullie... ik speelde met eentje nu. Stuy van de Herik. Ik zou Jack Tuyp willen nomineren. Heel vaak tegen. Ik heb toch ook een goede speler. Ik heb ook een trainer, Mike Snoei. Thomas, wat heb jij nog in je hoofd? Hoe heet die? Michel van Oosteren. Is dat van Emmen vroeger? Ja, die werd altijd topscorer bijna. Ja. Frank Korpershoek. Frank Korpershoek. 400 jaar in de KKD. Niels Fleuren. Ik zou toch ook 700 wedstrijden en nooit gescoord. Ja. Ik zou ook onze maat Tim Reserveur toch wel willen nomineren. Inmiddels, hè. Elmo Liefting. En weet je wie echt... Wat ik echt gewoon een boegbeeld vind in de KKD? Ronald Koeman Junior.
Ja, die speelt altijd. Die is nu bij Telstar, die keept gewoon weer. Ja. Bij ons gezeten. Ja, mooi. Onze eigen track record, jij hebt denk ik het jaar gehad. En dan Excelsior nog, dat is 2. 4 jaar. Nee, ja, 4,5. Wat zit je nou naar mij te loeren? 4,5 jaar. Ik heb er toch 23 gespeeld. Ik weet niet wat je nou Jezus, Thomas, betrokken bij 41 goals. Ja, in één seizoen, hè? Jezus. Dat is goed seizoen. En toen ben je direct miljonair geworden. Toen heb je zich een verlenging laten... Alles rustig. Dit wordt niet leuk. Heb je zich een verlenging laten aanbrengen? Ja, ik had te vroeg verlengd. Om echt... Het was prima. Ik wilde bij Sparta doorgroeien. Alleen jaar erop in de Eredivisie. Ik mocht lekker op het bankje gaan zitten. Daar ga je. Hoe heb jij er gespeeld, vriend? Eén keer een half jaar en twee keer een heel jaar. 3 keer gepromoveerd. Dat is gunstig, hè? Ja, dat is netjes. Ja, dat is, maar het is ook zo... dat heeft mij natuurlijk ook veel opgeleverd. Want als je niet bij een club zit die promoveert... is het voor een verdediger en ook voor een verdediger zoals ik... nogal moeilijk om daaruit te komen. Dan kan je er ook zo'n 15 jaar spelen. Ja. Dus je moet wel een keer bij de bovenste 3-4 meespelen. Ja. Ik las een interview met Erik Schouten. Dat is de aanvoerder van Willem II op dit moment. En die zegt ook, het is echt moeilijk om terug te keren. Het voetbal is totaal anders in de KKD. En daar wil ik eventjes heen. Thomas, trainertje van de ploeg. Vertel ons eens even wat. Hans heeft grotere trekker. Ja, maar jij bent, klopt ook aan de deur inmiddels. Wat is nou, hoe kunnen we dat nou duiden dan? Wat is het grote verschil? Nou, ik denk dat het grootste verschil is, zit denk ik in leeftijd. Want in de KKD heb je gewoon heel veel jonge spelers. Want voor spelers tussen 26 en 32, die krijgen dan op het moment dat ze op zijn 26e niet meer spelen of minder gaan spelen. Zo'n moment dat ze eigenlijk aan een maatschappelijke carrière kunnen werken en meer kunnen verdienen in de tweede divisie. Dus die gaan er dan uit en dan komen er heel veel jonge spelers weer terug. En dan heb je nog een aantal oudere gasten die eigenlijk terugkeren. Dus die, wat we net noemden, koopbezoekers, die zijn best wel zeldzaam. Dus dat maakt denk ik het voetbal wel wat onvoorspelbaar. Hoe spelen jonge spelers en ook onvoorspelbaar? Ja. Dus jonge spelers spelen onvoorstelbaar. Ja, dus die kunnen fantastische dingen doen. Maar dat zit vaak, denk ik, dat in een beetje speldiscipline is gewoon een stuk minder. En op een of andere manier, vooral in die laatste 20 minuten, als dan de vermoeidheid ook toeslaat, dan is het feest. Dan gaan wij in de handen zitten wrijven. Maar dat is in de Eredivisie natuurlijk veel minder. Ja. En jullie hebben bij ESPN ook zo'n schakelprogramma voor Europees voetbal. Dat vind ik ook gewoon een stuk minder leuk. Want daar gebeurt dat ook niet echt. Nee. Hoe zou jij dat duiden, Hans, dat het verschil tussen die competities? Nou, er werd altijd gezegd, tot voor een paar jaar geleden, keukenkampioen-divisie, 1-1. Overal 1-1. Ja. Is niet meer. Nee. Wordt absoluut niet 1-1 gespeeld. Wordt gewoon met 4 in de zone gespeeld. En als je elkaar geen rugdekking geeft in het centrum, dan word je ook daar door trainers verrot gescholden. Dus tactisch en is het volgens mij hetzelfde als in de Eredivisie. Alleen de kwaliteit is gewoon vele, vele, vele malen lager. Daarom is het zo'n ongelooflijk paradijs. Omdat je voor aanvallers, omdat er echt veel slechte verdedigers zijn. Ja. Als jij gewoon naar het centrum van Cambuur kijkt, Smant en Bergsma. Die speelden vorig jaar ook in de Eredivisie natuurlijk. Ja, maar die hebben nu hebben ze al 51 goals tegen. Dus, Cambuur heeft een doelsaldo van 69 voor en 53, 54 tegen. Dus het is gewoon kwaliteit. Ja, denk ik wel. Ik vind het toch leuk dat jullie hebben allemaal inhoudelijk zeg maar goed antwoord. En ik heb hier heel de middag en ik kan gewoon niet verder dan dat de bal anders is. Die Eredivisiebal is met dat kussentje en die... Is dan toch de keukenkampioen-divisiebal groter? Ja, die is lichter. Die is lichter, dus dat is allemaal wat minder. Maar ik ben blij dat je die vraag aan Thomas stelt. Maar wat is moeilijker voor keepers? Grote bal of kleine bal? Nee, kleine balletje, man. Eredivisiebal is moeilijker, denk ik. Okay. Ik ben zo blij dat je dat rijtje zo bent gegaan. Oh. Waar kom jij graag? Waar ben jij graag geweest de afgelopen jaren als je een club moet uitlichten? In Eredivisie? Nee, kampioen praten vandaag over. Nou ja, ik heb 2 jaar bij de Graafschap gespeeld. Dat is wel een beetje... Ja, dat is wel old school enthousiast zijn. Ja. Mensen zijn daar bijna altijd enthousiast. Mm-hmm. Die gaan niet na 3 wedstrijdjes met witte zakdoekjes naar een trainer zwaaien. Dat is misschien wel de meest constante club waar je als trainer een respijt hebt.
Dat is het gezelligste. Ik ben er ook eens in elkaar getimmerd trouwens. Ja, hoor, ja, wat dan? Ik vond het vrij grimmig. Toen wij daar promoveerden, daar kwamen ze... Ik hoor net dat het hele agressieve sporten zijn. Wel, ik heb het nooit meegemaakt. Als, dan wel, als je mooie en lelijke avonden hebt op die vrijdag, dan zijn de mooie avonden wel bij de Graafschap en bij NAC. Maar NAC heb ik ook gespeeld 2 jaar. Dat is natuurlijk ook nog wel in het oude stadion. Ja. Daar kon je gewoon de vlaggenstok van de grensrechter eruit pikken. Mm-hmm. Maar jij bent in elkaar getimmerd? Door... Nee, ja, wij promoveerden daar bij de Graafschap. Dat is 2 keer gebeurd trouwens. En de eerste keer met Go Ahead, toen was er drukte en chaos in het stadion. En toen kwamen uit frustratie een hele hoop supporters kwamen het veld op eigenlijk om ons te bestormen. En heb je nou wat uitgedeeld? Nee, Randy Wolters heeft daar de klappen uitgedeeld. Ik ken niet Thijssen. Ja, ik stond heel flauw, maar ik stond net met mijn vader te praten en met Laura te praten aan de zijkant. En achter me gebeurde alles. En toen ik wilde optreden, was het al geweest. Ik blijf dat een sterk verhaal vinden. Ja, maar dat is nou een van die momenten waar ik spijt in mijn leven. Had ik me eerder nog gedaan. Dacht je die poffer uit kunnen delen. Had ik hem eindelijk een keer gratis kunnen uitdelen. Je hebt je gepikt, hè, poffer. Ja, zeker. Ik pas wat aan mijn gasten. Mooi, dan hebben we dat ook weer opgehelderd. We sluiten zoals altijd af met een rondje aanraders van de week. Hans, zeg het maar, ik ben benieuwd. Nou, dan ga ik iets heel gek zeggen. Jullie zijn waarschijnlijk overal op vakantie geweest. Je moet, als je een keer echt een waanzinnige vakantie wil hebben, dan moet je naar Hydra. Hydra is een heel klein eilandje in Griekenland. Je vliegt op Athene. Dan nog 1,5 uur met de taxi langs een paar Olympiakos Piraeus. Ja? Ja. Ga je langs heen. En dan een paar Piraeus ga je 2,5 uur op de boot. En dan kom je op een heel klein eilandje. Waar geen auto's zijn, geen brommers, geen fietsen. Je bagage met een ezel. 3, 4 mooie hotels. Lekkere restaurantjes. En voor de rest is het 1,5 rust. Elke dag een ander bootje naar een ander strandje. En er zijn los van Sophie en ik nog 2 andere Nederlanders die daar wel eens rondlopen. Dat zijn Willem-Alexander en Maxima, want die wonen 10 minuten varen aan de overkant. Die lopen daar zonder beveiliging. Die denken van paradijs op aarde. Het is echt het paradijs op aarde. En ik dacht dat wij de enige 4 waren die daar geweest zijn, maar John van het Schip... Weet het ook. En na deze podcast is het eilandje vol, hoor. Hydra loopt vol. Waanzinnig. Waanzinnig. Vaar heeft een keer Barcelona aangeraden. En sindsdien is dat gewoon toeristische trekpleister nummer 1 in Europa geworden. Dat kan bijna niet droog zijn. Dat is een wereldstad geworden. Ja. Dat is heel die stad uit de slop. Volgens mij is Leonard Cohen heeft daar ook gewoond. Ja, Leonard Cohen. Zijn eigen café. Lekker. Ja. Thomas, pak hem. Ja. Vorige week had ik Yellowstone natuurlijk. Oh ja. Aangeraden op Sky Showtime. En daar wil ik nog eventjes op door, als dat mag voor jullie. Deze ene keer heb je mijn toestemming. Ja, ja. Ja, die serie is fantastisch. Ook gewoon omdat je ze noemen het een beetje die nieuwe lichting van western films en series. En je krijgt echt die cowboy cultuur mee en country cultuur en dat is zo mooi. En ik begrijp nu ook eindelijk dat toen ik in Amerika voetbalde 3 maanden lang in Houston en ik ging met mijn Nederlandse maten naar zo'n line dance club, dat eigenlijk die vrouwen niet geïnteresseerd waren in 4 voetballetjes die daar kwamen. Wij dachten, ja, sportjongens. Maar die zijn gewoon geïnteresseerd in cowboys en dat waren wij natuurlijk absoluut. Echte cowboys. Ja, en dat zie je daar. Maar zij hebben dus ook, die serie heeft dus ook 2 prequels en eentje daarvan is 1923. En het gaat eigenlijk over die Dutton-familie en de historie van die Dutton-familie die centraal staat in die serie en hoe dat is ontstaan. En ik heb dus 1923 gekeken. En dat is met Harrison Ford, Helen Mirren. Dus dat zijn niet de minste acteurs. En dat gaat over het ontstaan van die Dutton-familie. En wat zo vet is aan die serie is dat er een van die telgen van die Duttons, die zit op het moment dat die serie begint in Afrika, want die heeft oorlog gevoerd, daar weet ik het wat. En eigenlijk vanaf dat moment weet je al, Hij moet terug. Hij gaat terug naar Amerika. Maar dat duurt dan heel dat eerste seizoen voordat hij daar is. Maar ondertussen schiet hij wel panters neer. En gaat hij van haven naar haven. En dat vind ik altijd wel vet binnen series. Dat je weet, ze gaan ergens naartoe. Maar je weet niet wanneer ze aankomen. En bijvoorbeeld bij Game of Thrones is dat heel erg. En dat gevoel krijg je hier ook weer een beetje. En je kan deze serie kijken op Sky Showtime. We hebben zelfs een code.
deze week. Met de Code Kop podcast kan je een maandje gratis kijken op Sky Showtime. Dat is ook toevallig, hè? Dat precies aansluit op mijn aanrader. Ja, daar moet je bij zijn, Hans. SkyShowtime.com. Het is ongelooflijk. Kun je met de Code Kop podcast kun je een maandje gratis kijken en daarna zit het 6,99 per maand. Maandelijks opzegbaar. Ik kan lekker Yellowstone kijken. 1923. Ja, neem ik toch wat mijn huis hier vandaan. Ja. Je gaat niet met lege handen weg. Hoor. Maak je geen zorgen. Maarten wordt zo daar ontvoerd. Ik heb met heel veel plezier geluisterd naar de podcast Eigen Wereld afgelopen week. Dat gaat over de rapgroep Opgezwollen. Dat zullen jullie allemaal bekend zijn. Het is bij mij Opgezwollen is een soort vage herinnering van toen ik ongeveer denk ik naar de middelbare school ging. En het enige wat mij nog bijstond is dat uit het niets dat die rapgroep zeg maar verdwenen was. Een beetje op een eigen hoogtepunt. En Kees de Koning, eigenaar van Top Notch, of oprichter van Top Notch moet ik zeggen, die is in dat verhaal gedoken. Die heeft toen de tijd met hun samengewerkt. En die heeft met de drie gasten van die groep, dat zijn Delic, Rico en Styx, heeft hij urenlang zitten praten. En is eigenlijk een hele reconstructie gemaakt van hoe zij hun laatste album hebben gemaakt. En hoe ze uiteindelijk voor de buitenwereld onverklaarbare redenen helemaal uit het niets op hun absolute hoogtepunt gestopt zijn. En wat er heel chill aan luistert, het zijn vrij korte afleveringen, een kwartiertje, 20 minuten ongeveer. Maar die Kees de Koning doet dus de interviews, maar je hoort hem eigenlijk niet. Hij doet heel kort in het begin, even introduceert hij het. En vervolgens is het zo verwerkt dat je gewoon die drie gasten, ondanks dat ze los van elkaar zitten, lijkt het alsof zij in een soort van harmonie het hele verhaal vertellen. Dus dat is echt heel erg vet. Goed gedaan. Mooi. Ik heb geluisterd afgelopen week naar Vrouwkje, de zangeres. Die heeft een nieuw album, dat heet Noodzakelijk Verdriet. En het is iets wat me goed bevalt. Een hele authentieke zangeres. Het is een beetje hip-hop, een beetje kleinkunst. Het is eigenlijk niemand zoals Vrouwkje in Nederland, zou je kunnen zeggen. En dat is mijn eenvoudige aanrader. Leuke vrouw ook, om te zien. Ook dat. Knappe ook vrouw. Dat. Zeker, zeker. Noodzakelijk Verdriet heet het, dus ga daar naar luisteren. Hij is goed, ja. Maar leuk dat je dat... jij bent op de hoogte van de populaire muziek. Ik ken Vrouwkje, dus... Lekker, mooi. En wij gaan namelijk naar jouw muziek luisteren. Vind je het nou lekker of lekker dat je er kijkt? Lekker dat je kijkt. Ja, ik snap het ook niet meer. Kom. Ja. Maar we gaan naar jouw muziek luisteren. Want is dat toevallig Vrouwtje of heb je wat anders? Nee. De naam is al gevallen. Mick Jagger. Oh, ja. Maar dan hou ik hem weg bij de Stones. Ik vind Mick Jagger solo beter dan met de Stones. Dat is meer balladachtig. En daar ben ik een groot fan van. Laat ik er twee noemen. God Gave Me Everything. Dat is een waanzinnig mooi solo nummer van Mick Jagger. En Heart Woman, dat is zo mooi. De clip is niet mooi. Het is een slechte clip, maar de clip moet je vergeten. Je moet alleen luisteren. Anders niemand kijkt meer clips tegenwoordig. Ik hoor net dat je gewoon, de clip gewoon gaan kijken. Thomas, en als je ooit 41 goals gemaakt hebt in één seizoen, dan mag jij gewoon alles zeggen wat ik zeg. Mag je dat ontkrachten en mag je dat belachelijk vinden. En Thomas, Hard Woman. Mooi man. Dankjewel. Dank voor je komst, Hans. En dankjewel. Dank voor het luisteren allemaal. En tot de volgende week. Tabee. Hey, luisteraar. Heb je ook zo genoten van deze video? Like en abonneer dan op dit kanaal en kijk alsjeblieft de volgende... video.